Die door Turkije nu zijn opgelegd. Ja, premier Rutte was gisteravond te gast bij RTL Late Night. Dus die kon meteen reageren. Nog niet al te inhoudelijk, omdat het kabinet zich natuurlijk nog moet buigen over die sancties die Turkije nu heeft aangekondigd. Hij leek wel duidelijk opgelucht te zijn dat het niet gaat om economische sancties. Premier Rutte zei ook dat dat goed te begrijpen is, omdat Nederland een enorm belangrijke investeringspositie heeft daar. Maar wat voor sancties heeft Turkije dan wel opgelegd? President Erdogan gaat Nederland diplomatieke vluchten schrappen. De ambassadeur is niet meer welkom in Turkije en het vriendschapsverdrag wordt mogelijk opgezegd. En Erdogan zegt ook naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Hoe serieus moeten we al die sancties nou eigenlijk nemen? De diplomatieke kortsluiting tussen Nederland en Turkije duurt voort. Beide landen eisen over en weer excuses van elkaar na de gebeurtenissen van afgelopen weekend. De Turken boycotten de Nederlandse regering, maar niet het Nederlandse volk. Maar ze isoleren zichzelf ook hiermee, want de EU en de NAVO kiezen de kant van Nederland. Deze sancties duren waarschijnlijk voor tot 16 april, de dag van Erdogans referendum over zijn machtsuitbreiding. Hoe de landen weer met elkaar in gesprek raken is op dit moment volstrekt onduidelijk. Ja, Lodewijk Asscher, je bent nu mijn collega, maar natuurlijk ook gewoon de vicepremier van dit land. Turkije heeft nu ook gezegd, we willen niet eens meer met Nederland praten op dit moment. Ja, het zijn in hoge mate symbolische maatregelen. Het is geen goed teken, je moet altijd met elkaar in gesprek blijven. Voor ons is nu gewoon zaak om het hoofd koel te houden. We hebben een grens getrokken in het belang van de Nederlanders. Ook de Nederlanders met een Turkse achtergrond. We moeten maar eens even afwachten hoe Turkije hier verder mee omgaat. Ja, en het feit dat die familie, de minister van familiezaken, die kwam ons land binnen. Mag die überhaupt nog ons land binnen nu? Als ze nu nog een keer zou binnen willen komen? Nee, we hebben aangegeven aan de Turkse regering dat we tot na hun referendum even geen bezoek willen van ministers. Omdat is gebleken dat zij hier campagne willen voeren. Wij zitten daar niet op te wachten. Nederlanders moeten een eigen keuze kunnen maken. We moeten zich niet laten behandelen als eigendom van een vreemde mogendheid. En het was al van tevoren heel duidelijk toen zij naar Nederland kwam dat dat niet de bedoeling was. Dus ze heeft ook eigenlijk onder valse voorwenselen met een kolonne auto's zich naar Rotterdam begeven. Ja. Duidelijk moet zijn, dat willen we niet meer hebben. Maar ik kan me voorstellen bij deze minister in kwestie dat u zegt, nou, die mag langer dit land niet in, bijvoorbeeld. Nou, laten we eerst maar even tot 16 april. Geen bezoek. Laat de Turken gewoon even in de spiegel kijken en weer tot rust komen. Deze sancties lijken mij in hoge mate symbolisch en ook op lange termijn natuurlijk niet verstandig. Als bondgenoten moet je met elkaar in gesprek zijn. Ik denk dat de relatie nog wel even stroef blijft. En dat ligt niet aan ons. Oké, helder. Gaan we terug naar jou, Maaike. In het AD staat namelijk vandaag een groot interview met premier Rutte. Ja, en daarin zegt hij dat hij...